we zijn weer thuis. Ja. En de batterijen die hebben het niet begrepen. Ik ben heel snel geweest en toch ben ik verkeerd gereden. Ik wist het op een gegeven moment niet meer. En er werd gezegd, ja, je moet die kant op. Nee, ik moest de andere kant op. En er werd weer gezegd, als je de zomer die kant op gaat, gaat het sneller. Ja, wat? Ze wouden me kwijt, die groep. Dat was die groep met die rolstoelen. Die wouden niet hebben dat ik hun voorbij ging. Ja, hallo, ik ga toch sneller? Dat doen andere groepen ook. Een groep die sneller loopt dan een andere groep, gaat de ene groep toch ook voorbij de andere groep? Waarom ik dan niet? Ook. Ja, nou ja, dat kan kwaad om worden, maar ja. Ik heb het in ieder geval gered en ik ben lekker op tijd weer thuis. Ben ik een bek af. En tussendoor moest ik nog naar het toilet. Daar stonden jullie even stil. Op de stoep en ik was even naar het toilet toe. Dat mocht van die meneer bij de caravan. En dat was lief. En ik had ook ergens anders al gevraagd en daar mocht ik niet heen. Nou, ik denk bij mezelf, als u ook eens een keer hulp nodig hebt en u bent bij mij in de buurt of ik zie dat u hulp nodig hebt, dan hoeft u ook niet bij mij aan te kloppen. Nee, want dat begint dan ook niet aan. Kunnen we niet aan beginnen? Nee toch? Ja, zo deed zij ook. Dus bekijk het maar. Maar oké, we zijn gelukkig weer thuis. Ik ga de diertjes even eten geven. Mezelf eten geven. En een bakje koffie erbij. Dat heb ik wel verdiend. Dus ik zeg, lieve vrienden, fijne avond. Wees lief voor elkaar. Geniet met elkaar. Voor later welterusten. Lekker slapen. En voor morgen gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Na dag 4 van de avond. Ik zeg doei doei. Thank you.